We staan hier op de kade bij Marlux in Gent, waar momenteel een schip geladen wordt met betonklinkers die hier in Gent geproduceerd worden en die naar onze klant De Rijk in Herdershem zullen getransporteerd worden. Marlux is al een tijdje bezig met dit initiatief van scheepvaart voor palettenvervoer. Omwille van het milieuvriendelijke karakter, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door het steeds toenemende fileprobleem zijn we stilaan genoodzaakt om andere routes te bewandelen dan enkel het wegtransport. En daarom dit proefproject eigenlijk vandaag. Er wordt momenteel een schip geladen met 570 ton klinkers. Dat komt ongeveer overeen met een 23-tal vrachtwagens die dus vandaag niet op onze wegen zullen rijden. Naar de toekomst toe willen dit soort trajecten nog verder onderzoeken, onder andere voor de transporten tussen onze verschillende vestigingen, lijkt ons dit zeker een interessante piste. De voordelen voor onze klant zijn, naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat steeds meer in het vaandel staat bij onze klanten, is natuurlijk de belasting die hij normaal heeft om 23 vrachten te komen afhalen bij Marlux. Deze tijd kan hij nu absoluut spenderen om de snelheid en service naar zijn klanten te verhogen. En dat geeft natuurlijk een betere band met zijn klant en een duurzame toekomst.